Nog even en de zomervakantie staat voor de deur en gaan we weer massaal met de auto en met caravan naar het zuiden van Europa of elders in Europa. Maar wat moet je doen om die auto in tip-top conditie te krijgen? Daarvoor zijn wij bij Auto Europa Italië en spreken wij meteen Rustenburg. Straks is het weer zomervakantie. De mensen gaan weer op vakantie naar het zuiden van Europa. Caravan erachter. Wat moeten ze doen om de auto in tip-top condities te houden? Zorg dat je in ieder geval bij de juiste garage in onderhoud bent met je auto. Daar de laatste checks goed laten uitvoeren voor de zomervakantie. Wat heel belangrijk is, dat je een juiste werking hebt van alle koelsystemen in de auto. Zowel de airconditioning als het gewoon de koelsysteem moet zelf goed functioneren. Een goed werkende airco zorgt ervoor dat je lekker uitgerust op je vakantiebestemming aankomt. Want een lekkere koele auto is altijd beter dan een verhitte auto van binnen. Ja, en een goed werkend koelsysteem is zelf belangrijk voor de werking van de auto. Dat je niet met een oververhitte motor ter plekke ergens strandt onderweg. Want dat wil je natuurlijk absoluut niet als je naar je vakantiebestemming onderweg bent. Kan jij ons laten zien wat jullie nu allemaal zouden doen met een zomercheck? Nou, we kijken zo in ieder geval altijd bij de auto of de vloeistoffen op het juiste niveau zijn. We doen preventief een druktest op het koelsysteem om te kijken of er geen uitwendige lekkage is, zeg maar. En voor de rest controleren we alle systemen op de juiste hoeveelheid van vloeistoffen. Ja, de belangrijkste dingen van een auto zijn natuurlijk ook de banden. Hoe moeten die zijn? Nou, in ieder geval moet er voldoende profiel op zitten voor als je naar het buitenland toe gaat. Er zijn wettelijke eisen omtrent voor de APK-keuring, maar er is ook een eis betreffend bij de ANWB. Dus die geven aan dat een band minimaal 2,5 mm moet wezen. Nou, voor op vakantie zouden wij dat niet adviseren. Ga gewoon met goede banden onderweg naar je vakantiebestemming. Want dan weet je ook gewoon zeker dat je daar op de bestemming aankomt. En hoe kunnen wij zelf controleren of een band nog goed is? Nou, er zijn zelf universele profielmeters in het land te koop, maar je kan het ook aan de indicatie op de band zien. Er zit gewoon altijd in het midden van de band zit een indicator. Als die helemaal vlak is bij de band, dan geeft dat eigenlijk aan dat de band op de 2,5 mm is aangekomen. Ja, en tot je dan eigenlijk gewoon toe bent aan nieuwe banden. Hoe ziet deze band eruit? Deze band ziet er gewoon goed uit. Dus die is nog niet aan vervanging toe? Deze is nog niet aan vervanging toe. Deze mevrouw kan bij deze banden gewoon goed op vakantie. Ja, het allerbelangrijkste van een auto, je kan wel gaan rijden, maar je moet ook een keer stoppen. Ja, duidelijk. En daarvoor is een remsysteem heel belangrijk, totdat de blokken in het remsysteem gewoon goed van dikte zijn. En ook natuurlijk tot de remvloeistof, als je de bergen ingaat, tot je geen problemen krijgt daarmee, tot je remvloeistof gaat koken. Dus sowieso de dikte van de remblokken moet worden gecontroleerd voor de vakantiecontrole en de kwaliteit van de remvloeistof. Kunnen we dat zelf doen, dat controleren? Of is daar nog weer een handigheidje voor? Bij bepaalde auto's zoals deze kan je de buitenste remblokken kan je goed visueel controleren. Maar het binnenste blokje moet je dan toch het wiel gaan afhalen om te gaan kijken hoe de kwaliteit en de dikte van het remblok is. Oké, nou wil ik dus een zomertest gaan doen. Of een zomeronderhoudsbeurtje. Kan ik een week van tevoren nog even bij jullie langskomen? Of moet ik dat ruim van tevoren een afspraak maken? Nou, het is raadzaam om ruim van tevoren even een afspraak te maken. De normale planning zitten wij met een 10 dagen over het algemeen vol. Dus bel op tijd voor een zomervakantiecheck en dan kunnen we alles voor elkaar maken. Ja, nu gaan we dus, we gaan met z'n massaal allemaal naar Frankrijk. Er zijn in Frankrijk andere regels dan in Nederland. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om bepaalde dingen aan boord te hebben. Ja. Nou, het belangrijkste is, ik weet ook niet alle regels uit mijn hoofd wat er in welk land verplicht is. Er is een hele mooie site van de ANWB waar alle landen op vermeld zijn en wat daar verplicht is om mee te nemen. Dus voor vakantie check de site van de ANWB en ga kijken wat je verplicht bent om mee te nemen naar je vakantieadres.